Dat verwacht je niet in Haarlem en Lieden, zo'n mooie kerk. Nee, prachtig, hè. Wat ik ook heel mooi vind, is die rand van dat, hoe ze dat gemaakt hebben met het dak. Dat loopt gewoon als een boog. En ook een heel mooi pijporgel daar bovenop. Ja. Dat is het voordeel, want dan kon je zeg maar op het moment dat je geld had, sorry, of je had een sponsor, kon je de ramen bij laten maken. Ja, mooi gedaan. Wat is dit nou voor ding? Dit is een godslam, of het lam gods noemen ze dat. Uw. Dat is, dat brandt altijd. Kijk maar, dat kaars die brandt ook hier. Oh ja. Dit is de werkkleding. Ja, werkkleding. Van de pastoor of? Ja, van de pastoors. En daar ook nog zo'n dingetje. Die dingen gebruiken ze ook. En dit zijn die doekjes die ze gebruiken. Ja. Maar hij was wel eerste handen. Nou, kijk, hij heeft een glas gebroken. Dat mag je ook wel even filmen. Dat is wel... Nou, dat is een beetje kwalijk. Ja, is dat van zijn wijn of... Nou, voor mij is het een bierglas. Dat lijkt hem in bierglazen, maar... Net je dat er ook op ziet. Met een dubbeltje erin. Ja, ik kan niet wat meer missen. Nee, ik vind een dubbeltje erin. Maar die kun je ook zien, die kunnen wel een stuiver in doen, die zien. Pak je hem nou weer terug? Heb je hem gefilmd? Ja. Nou pak je hem weer terug. Dat film ik ook. Maar die Jacobus de Meerdere, dat is die Jacobus van Santiago de Compostela. Oh. Van die Jacobschelpen. Oh. En dat is ook een heilige. Ja. Kijk, dit is wel een heel oud beeld, zie je dat? Daar zelfs het foto. Oké, dat is cool. LTB, Land- en Tuinbouwbond. Dat is toch een soort sponsor. Jo. Nou, doen we het weer op. Dit is ook een mooie. Ze gewoon flink op los. En dan zo gauw ze weer in die kerk stonden, stonden ze weer, weet je wel, te vertellen wat er nou allemaal niet mocht. Ja. Nou, daar krijgen we het van. Nou, dit is het eerste aardkundig monument in Noord-Holland onthuld door gedeputeerde mevrouw Ada Wildekamp. 25 november 2002. Kijk, er ligt daar nog een grafsteen.
Dit is Kees, die is moe. Ja, ja, dat wil je nog meer. Hoe de mensen dan verdeeld waren, want er waren toen nog maar, ik weet niet meer precies, ik dacht 3 miljoen mensen. En de brug ook dichtgooien. En toen woonde er, want dat heb ik nog onthouden, toen woonde er in Drenthe, woonden 20.000 mensen in heel de provincie Drenthe. En in Rotterdam woonden er ook 20.000. Dus dat is wel grappig. Ja.